De 29-jarige Wim Beintema won een paar jaar geleden in het Holland Casino de jackpot van 2,2 miljoen euro. Ze vertelde het begin december nog in het programma Neet op Vreed. Maar toen drukte ik nog twee keer en toen wien er al van die tekentjes op mijn riegen. En er kwam al confetti uit kanon, wij en televisie zakken en mensen al klappen. Ja, en ik wist net wat er aan de hand was. Maar in deel begint de multimiljonair het bedrijf Beintema Events en organiseert grote feesten in Dokkum met optredens van Nederlandse artiesten zoals Jan Smit. En ook neemt er discotheek Club Q oer in Noord-Burgum. En het eerste wat er doet is de oude namen Kattebra weer in ere herstellen. Intussen liep er van de dream net een soort meer oer. Verschillende schuldeiskers moeten nog geld van hem ha. Onder andere een materiaalverhierder, een beveiligingsbedrijf en een bouwbedrijf dat in Dokkum dit huis voor Beintema gebouwd had. Hij had geld geïnvesteerd in zijn bedrijven. Nou, dat zit natuurlijk vast. Dat had je net beschikbaar om je rekeningen mee te betalen. Hij had daarnaast de oren ontiert wat relationele problemen hoorn. En hij kon ook net bij zijn rekeningen. Dus dat had al mij al op dit moment voor het faillissement zorgen. Beintema wil net voor de camera reageren, maar op Omroep Friesland Radio zei de Dokkumer dat elke neer zijn geld krijgt. Ik ga net genoeg tijd krijgen om dat op een normale manier op te lossen. En dat wordt nou oplost. En ik kan je net zeggen dat het in een week het klaar komt, maar in een paar weken ben we een heel lijn. En iedereen krijgt tot op de laatste eurocent zijn geld betalen en dan kunnen we gewoon verder. Daar klinkt nog niks zo zezen. Ik ga, ontsteld. En we gaan nou de eerste informatie binnen. Dus ik hoor de precieze financiële positie. Ik ga daar nog geen beeld bij. En wat hij daar zelf hoe zijn had, dat liet ik voor hem. Dat weet ik verder net. Naast Beintema Events in Kattebra is Beintema ook nog eigenaar van deze brasserie. Wat er met zijn bedrijf gebeuren zal is nog net duidelijk. De brasserie en de discotheek bleven voor eerst gewoon hippen. De bedrijfsleider van Kattebra krijgt in alle gedachten wel ontslag, maar werkt het eerst nog terug.